Goede nacht, Iwan en alle luisteraars van Radio Tamara. Ik groet u vanuit Nijmegen en ik ben u graag weer van dienst met mijn wekelijks commentaar op de politieke actualiteit in ons geliefd Suriname. Ja, in Suriname blijft het spannend, terwijl in Nederland wij ons schrap zetten om de winter te kunnen doorstaan. Is in Suriname het klimaat, het politieke klimaat, nog steeds zeer warm en tot heet. Het wordt steeds heter en de vooruitzichten zijn niet al te rooskleurig. En vandaar dat menige Surinamer nu in Paramaribo de politieke barometer nauwlettend in de gaten houdt, omdat op alle fronten spanningen zich voordoen. Op het gebied van volksgezondheid, in de oliesector, ja, zijn er allerlei berichten uit Guyana dat men daar grootse plannen heeft met de olie en dan volgt Suriname in het kielzog. Dus rekent men zich rijk met de olieopbrengsten en de oliepositie van Suriname. Dus daar kom ik zo direct op. En in de wereld maken de mensen zich druk om de beteugeling van het Omicron, de Omicron variant van het coronavirus. Dus dat is alarmerend, want bijna overal zie je een soort vermenigvuldigingscoëfficiënt optreden, dat het steeds erger wordt met de pandemie. Oké, en wat betreft het internationale nieuws, kan ik beginnen erop te wijzen dat ik had het de vorige keer willen behandelen, maar daar had ik de tijd niet toe, dat er weer een zwarte icoon in de wereld is overleden. En dat is de heer Sidney Poitier, ja, die op 94-jarige leeftijd is komen te overlijden. Hij komt uit de Bahama's. U weet dat de vorige president van de Verenigde Staten ook zijn afkomst heeft in de Bahama's, waar zijn moeder vandaan komt. En in ieder geval is Sidney Poitier er niet meer. En het is een heel bekende filmacteur, een zwarte filmacteur die voor het eerst als zwarte man furore maakte in de filmindustrie van Hollywood. En hij doet een verhaal de ronde dat toen hij geboren werd, een waarzegster aan zijn moeder vertelde dat deze baby zeer populair zou worden. En ze blijkt gelijk te hebben gehad, want in 2009 kreeg Sidney Poitier uit handen van president Barack Obama de Presidential Medal of Freedom, de hoogste onderscheiding voor Amerikaanse burgers. Sidney Poitier is ook op 20 februari 1997, dus, zo luidt althans het bericht uit de Verenigde Staten. Men geeft nu een terugblik op zijn leven. En dan vond ik het merkwaardig dat er bijna overal vermeld staat dat Sidney Poitier per ongeluk werd geboren in Miami op 20 februari 1927. Dus hij is ook een waterman, een waterman sterrenbeeld. En hij is dus op 20 februari 1927 per ongeluk geboren, zegt men, in Miami. Omdat hij eigenlijk uit de Bahama's komt. En dat zijn ouders, dus de zwangere moeder, die op Cat Island woonde, een van die Bahama's. En die ouders van hem waren op bezoek in Florida. En toen beviel die moeder van Sidney Poitier. Dus hij was even aan het
Amerikaanse vasteland. En zo doet de anekdote, tussen aanhalingstekens de ronde, dat hij per ongeluk geboren is in Miami. Oké, in ieder geval, hij werd heel beroemd. Ik heb zelf, moet ik u eerlijk zeggen, toen ik in mijn puberteit was, heb ik die opkomst van Sidney Poitier meegemaakt. Want hij heeft in verschillende films gespeeld. En ik kan me herinneren, voor zover mijn geheugen teruggaan, ben ik beïnvloed geworden door die film To Sir With Love. To Sir With Love. Ik hoop dat luisteraars die film zich nog herinneren. En ik was, en niet ik alleen, maar onze middelbare scholieren op de Amst waren toen gecharmeerd van die barret van die hoofdrolspeelster, een blonde dame die de hoofdrol had. Ik ken haar naam niet, maar Sidney Poitier die schitterde in die rol, een vaderlijke rol, als leraar ten opzichte van die blonde tegenspeelster. Dat is dus To Sir With Love. Maar hij heeft in heel wat films heeft hij opgetreden. En zijn bekendste film, ja, waar hij het had over waar de rassendiscriminatie aan de orde was en daarin een hoofdrol vertolkte. Dat is geweest Guess Who's Coming to Dinner in 1967. Ja, en die To Sir With Love, die had iets eerder, dacht ik dan. Dus iets eerder dan Guess Who's Coming to Dinner was het dus To Sir With Love die hoge ogen gooide. En in ieder geval, er zijn zo meerdere films geweest waarin hij een opzienbarende rol heeft vertolkt en zich in de kijkers heeft gespeeld. En het is altijd een milde, rustige figuur geweest. Die indruk kreeg ik van hem. Want hij was een soort wegbereider, zegt men ook. Hè. Hij, omdat hij de eerste was die doorbrak in de filmwereld, ja, heeft hij... Ludwig. Dus, ja? Heel even, er is een luisteraar die zei dat je, hoe heet het, de naam van die vrouw niet wist, Lulu. Lulu, juist, Lulu. En To Sir With Love. Lulu. Juist. Dat is van die film To Sir With Love. Ja, To Sir With Love. Bedankt die luisteraar die gebeld heeft. Ja, zeer goed, bedankt. Het is zeer juist. En die film was populair bij de toenmalige jeugd. Ik vond het ook geweldig. Geweldige film. En, maar in ieder geval, men begon zo zoetjes aan gewend te raken aan het gezicht van To Sir With Love. Ik moet u eerlijk zeggen dat ik heb een paar films bekeken. Ik herinner me niet allemaal. Je had geloof ik ook Gone in with the Wind. En de Lilies of the Field. En al die geweldige, The Book and the Preacher. In 1972, Let's Do It Again in 1975 enzovoorts. Dus een zeer populaire filmacteur. En, maar ik vond altijd wel dat hij niet die voorhoederrol vertolkte, maar meer de verbindingsrol. Dus de Sidney Poitier, die kwam over altijd als die voorbeeldige, keurige zwarte man. Ja, die zaken blootlegde. Dus dat hoort er ook bij. Ja, maar waarom zeg ik dit? Omdat precies in eind 60er jaren was die opkomst van het zwarte bewustzijn in de Verenigde Staten was zeer fel. Het was de tijd van de Black Panther en de Black Power. En ik moet u zeggen, ik ben altijd politiek bezig geweest. Dus ik was toen een Angela Davis aanhanger. Dus dan heb ik u genoeg gezegd. Dus wij vonden in die tijd, dat zeg ik even... cynisch, ik kan niet zeggen kritisch, maar cynisch mag ik die opmerking, dat wij de rebelse jeugd van toen, en ik hoorde echt bij die enfant terribles, dus ik was, ik stond altijd op de barricade, en wij vonden Fatpachi een beetje zacht, een zachtaardig mens, zeer vredig, heel vredig, sympathiek, goed lachs, maar we vonden op dat moment had je krachtige taal nodig in die zwarte beweging in de Verenigde Staten. En natuurlijk
achteraf hebben we allemaal een beetje gelijk en een beetje ongelijk gekregen. Want ja, al die stromingen, die horen erbij. Ik kan me nog ook herinneren, daarom maak ik even die uitweiding. Toen Obama, rondom de eeuwwisseling, president van Amerika werd. Ja, en hij werd geroemd om het feit dat hij dus een van de eerste zwarte presidenten van de Verenigde Staten is geweest. En natuurlijk krijg je dan die discussie, net zoals die Surinaamse minister die nu in het nieuwe kabinet van Nederland zit, dat de Surinaamse minister weer wint. En er is ook een discussie over, is hij de eerste of is er eerder een zwarte niet-Nederlander ook minister geweest in Nederland. En dan wordt de naam Abrahams genoemd. En zo had je ook dus een discussie toen Obama president werd. En waarom geef ik dit voorbeeld even? Dus ik haal een voorbeeld aan. Toen dus een zwarte Amerikaanse burger een trendbreuk veroorzaakte door te dringen in de parlementaire politiek en president van het land te worden, van het machtigste land ter wereld. Hetzelfde heeft Kamala Harris nu gepresteerd als vrouw in de rol van vicepresident. Dus toen het rondom de eeuwwisseling de eer te beurt viel aan Barack Obama, toen heeft ook de zwarte beweging een pas op de plaats moeten maken. Dus meer radicale voorvechters en spreekbuizen van de zwarte bewustzijnsbeweging, die moesten zich intomen. Die moesten een beetje op de rem gaan zitten, op gaan trappen. Omdat, wat je er ook van zou kunnen zeggen, is het een hard historisch feit dat Obama president van de Verenigde Staten werd. Wat je er ook van mag denken. En ik herinner me nog die discussie met een zwarte dominee die een beetje de neiging had om ook naar voren te treden in het kielzog van die nieuwe ontwikkelingen in de Verenigde Staten. En men heeft die man een beetje tot de orde moeten roepen. Of zijn Surinaam zeggen we, ze moesten zijn peer een beetje dempen, een beetje doffen, omdat op dat moment dwars door alle stromingen en opvattingen over zwart bewustzijn, je moest erkennen dat het een stap vooruit was, dat een persoon als Barack Obama president van Amerika werd. En hetzelfde effect had je ook toen Mandela uit de gevangenis kwam en door de hele wereld werd geroemd. Dan had je mensen die dus ook kritiek hadden op Mandela en een beetje op de rem moesten gaan staan om zich te matigen, omdat dwars tegen alle kritiek die je op dat moment zou kunnen ophoesten, je moest toegeven dat het een episode was in de strijd voor gelijkberechtiging van de zwarte mens, dat de apartheid in Zuid-Afrika werd afgeschaft en dat was een feit. En hoe het zou uitpakken, ja, je kan toch op je, men zegt het in het Nederlands, je kan op zijn janboerenfluitjes, kan je voorspellen dat het niet van de een op de andere dag normaal zal gaan worden in Zuid-Afrika. En Zuid-Afrika worstelt nog steeds met het vraagstuk van het zwarte bewustzijn. En ik heb bij de vorige uitzendingen erop gewezen dat bijvoorbeeld Desmond Tutu, die nou is ook komen te overlijden, dat die ook zijn eigen rol heeft vertolkt in diezelfde strijd. En dus ik ga terug naar de Verenigde Staten, omdat ik bezig ben in het kader van de dood van Sidney Poitier, de Oscar-winnaar, die op 94-jarige leeftijd is overleden. Dus om daarvan wat te zeggen, hè, om een beetje terug te blikken in die man's leven, dan zeg ik dat hij dus ook door die doorbraak in de filmwereld heeft hij hoe dan ook een wapenfeit neergezet. Maar ik zeg dat er in die tijd er verschillende stromingen waren in de zwarte bewustzijnsbeweging. Je had de Martin Luther King stroming tussen aanhalingstekens. Je had de
dat is eerder in de begin jaren 60, Rosa Parks, die stroming had je ook, van die eerste vrouw die zich heeft verzet en in de bus niet wilde gaan zitten in dat gedeelte waar alleen zwarte moeten zitten, die verbrak die regels. Dus er is altijd een voorloper, er is één schaap die eerst over de dam gaat en dan volgen er meerdere. En dus zo heb je dus in die zwarte bewustzijnsbewegingen verschillende beweging, sorry, in die zwarte bewustzijnsbeweging heb je verschillende stromingen en momenten gehad van dat er wapenfeiten zijn geboekstaafd. En in de jaren 60 kreeg je ook dus de Black Panthers, die meer de politieke strijd wilden definiëren. En je kreeg als tegenhanger, je kan niet zeggen als tegenstander, maar tegenhanger, als complementaire stroming, kreeg je de Black Power, ja, en je kreeg dus die hele discussie met iconen als Alice Cleaver en Hugh Newton, en het was heel spannend in Amerika toen dat tijd. Dus ik wil alleen aangeven dat het geen eenheidsworst is. De bewustwording, het bewustwordingsproces onder de zwarte wereldburgers, en in dit geval de Amerikanen, de zwarte Amerikanen, het is geen eenheidsworst. Er zijn verschillende wegen die naar Rome leiden. En zo heeft het pad van de filmindustrie, heeft Saint-Poitier op dat spoor een baanbrekende rol vervuld, omdat hij de eerste was, hij was het eerste schaap dat over de dam liep of kwam. En na hem volgden natuurlijk meerdere. En dan kan je ze gaan indelen in stromingen en wie een beetje radicaler was. Je hebt komieken, bijvoorbeeld als Richard Pryor doordringt en meer te zien is op het scherm, dan heeft dat ook een effect. En nou heb je die meneer Chappelle, en je hebt meerdere die dus in de branche van entertainers en cabaretiers doorstoten. Je hebt Whoopi, hoe heet ze weer, die andere vrouwelijke artiesten, die zwarte artiesten, Whoopi Goldberg, ja, en in de pers in de Verenigde Staten werd Whoopi geciteerd naar aanleiding van de dood van Sidney Poitier, zei ze, dat he showed us, dus sprekende over Sidney Poitier, zegt ze, he showed us how to reach for the stars. Ja, dus hij had een voorhoede rol. En ook Oprah Winfrey, die is geciteerd in die hele lange reeks van celebrities die, en met name zwarte celebrities die reageerden op de dood van de legendarische Sidney Poitier. Oprah Winfrey, die memoreerde dat Sidney Poitier haar mentor was, haar vriend en broeder en vertrouweling. Dus had een goede band met hem. En in ieder geval, de dood van Poitier heeft Amerika, hoewel hij al toch wel een gezegende leeftijd had bereikt van 94 jaar, heeft Amerika toch behoorlijk beroerd. En ik moet u zeggen, ik zei het zo net al, ik herinner me gewoon spontaan, ik zat toen op de AMS en ik refereer naar al diegenen die op de AMS zaten, dus de gebroeders Jess Run, Glenn Wise, de mensen wiens naam we hier in Nederland vaak horen, die allemaal, en ook Iwan, die komt uit het gedeelte van de kweekschool, dus van de onderwijzers, de leraren die werden klaargestoomd. Het was de toenmalige intellectuele jeugd van Paramaribo, die ook iets meekreeg van de bewustzijnsgolf van het zwarte bewustzijn in de Verenigde Staten. En daarom waren wij allemaal gecharmeerd van die rol van Sidney Poitier, die toentertijd zeer revolutionair was, maar waarvan ik zo net even wat een kanttekening heb geplaatst, dat binnen die zwart bewustzijnsbeweging
Sittipatje ook een beetje werd gezien als de bruggenbouwer, een zachte persoonlijkheid die streefde naar balans. Hoewel hij dus de doorbraak had geforceerd, kwam hij altijd in milde rollen waarin hij, ik kan me nog herinneren, ik was als jongeling zeer ongeduldig en ik vond dat hij erop moest slaan en flink erop moest timmeren. Maar dan was hij de diplomaat die in die rollen die hij kreeg altijd de lange adem had. Hè. Men liet hem veel verdragen, want men moest natuurlijk in die films laten zien hoe er met de zwarte mens werd omgegaan. En dan moest men die rol natuurlijk een beetje uitrekken om die hoofdfiguur iets te laten beleven. Om die kijker mee te krijgen, empathisch mee te krijgen in wat die zwarte man voelt. En dan gaat op het puntje van je stoel zitten, want je wil dat hij erop slaat en dat hij actiever wordt. Maar die man bleef vriendelijk lachen en zit niet, want je had zo'n amabel gezicht dat hij verdroeg alle pijnlijkheden die aan zijn hoofd werden geslingerd. Die werden door hem zeer tactisch en diplomatisch opgevangen. Fantastisch, die rol. En dat heeft hij voortreffelijk gedaan als een soort figuur van het midden. Tegenwoordig, ik hou van taal, ik las laatst een uitdrukking. Hij behoorde tot het radicale midden, zullen we zeggen. Dus het is het midden van radicale stromingen voor het bewustzijn van de zwarte mens. En het spoor dat Sittipatje heeft getrokken voor ons, ja, is het spoor van de acteur, de zwarte acteur in de Hollywoodfilms, die tot dan toe, dus voordat Sittipatje als het ware zijn kop opstak in die filmwereld, was de Hollywoodfilmindustrie een voornamelijke aangelegenheid van witte acteurs. En bij die vrouwen, in de vrouwenwereld was het nog erger. Want dan had je naast het feit dat gewoon vrouwen belangrijke rollen kregen, had je ook het feit dat vrouwen dan ook de schoonheidscriteria en de mode dicteerden. Ja, omdat het nou eenmaal zo was in die vroegere westerse cultuur, dat vrouwen toonaangevend waren voor de mode en voor de hairstyle. Ik kan me nog herinneren, mijn moeder had een kapsalon en dan kwamen hun haar doen bij mijn moeder eind jaren 60. En die kapsalon heette Stilorama Americana. Die naam zegt het al, dat in Suriname bij zwarte vrouwen een haarkapsalon heet Stilorama Americana. Dus dat geeft aan dat al die zwarte vrouwen het Amerikaanse voorbeeld nadeden. En in Amerika was toen voor zwarte vrouwen, was toen in zwang de permastreed. Dat was een chemische manier om je kroeshaar glad te maken. En ik moet u zeggen, ik heb wat artikelen hierover geschreven en ik wil nog steeds, heb ik me voorgenomen om in navolging van die dame, ze heeft een Chinese naam, een bruine dame met een Chinese naam, die een beetje een doorbraak heeft geforceerd in het dameskappersvak, van met name het kroeshaar. En dat mijn moeder samen met Cornelie Wouter, maar ze heet van haar meisjesnaam Wijnenbos, was een goede vriendin van mijn moeder. Mijn moeder is Thelma Snow. Die hebben samen later een kapsalon opgezet. Maar mijn moeder heeft dus die kapsalon op de hoek, bijna op de hoek van de Zwartenhovenbrugstraat en de Dr. Sophie Redmondstraat overgenomen. En die kapsalon heette Stilorama Americana. En samen met Cornelie Wijdenbos en later een grote groep zwarte schoonheidsspecialisten en haarverzorgers. En ik noem Nelly Tam, die ook haar deed, zijn die allemaal leerlingen. Mevrouw Kluivert, de moeder van Patrick Kluivert,
evangelist geweest in die tijd. Het waren vrouwen die bezig waren met de doorbraak van de zwarte vrouw in Suriname in de schoonheidsbranche, zullen we zeggen. Hè? Dat zwarte vrouwen ook mooi kunnen zijn, zullen we zeggen. Hè? Ik zeg het een beetje populair. Want alles wat vroeger de klok sloeg, waren dus die witte vrouwen die dan te zien waren in die films van Hollywood. Want daarom zeg ik het, naar aanleiding van de dood van Sidney Poitier, die rol van doorbraak van zwarten heeft gespeeld in de mannenwereld. Maar je had ook een effect in de vrouwenwereld. Maar die vrouwenwereld, die kwam, dus die effecten, die kwamen meer uit die Tamala Motown muziekbranche. Waar hele belangrijke zwarte zangeressen in opmars waren. Natuurlijk heb je eerder rondom 1960 heb je Celia Cruz gehad, die in aanvaring kwam met Fidel Castro en vluchtte naar de Verenigde Staten. En toen was Celia Cruz de belangrijke zwarte zangeres, maar gewoon de Amerikaanse zwarte die gewoon Engels zongen, had je Carla Thomas en nog veel meer. Dus het komt erop neer, die waren dus idolen in Suriname. En dan keken die Surinaamse vrouwen naar die mode van die Amerikaanse dames. En die hadden van die stijve kapsels. En daarom vertel ik dat toen heb ik meegemaakt, ik was al een kleine jongen. En ik heb meegemaakt hoe dus de nieuwe mode onder de zwarte vrouwen kwam. Want vroeger moesten die zwarte vrouwen met hun kroeshaar, met een preskam, moesten ze die preskam zetten op houtskool. Zo is men begonnen, op houtskool die preskam heel heet te maken, dat die rood gloeiend was. En dan ging die preskam door het haar, door het kroeshaar. En dan hoor je net alsof er een ei gebakken werd, van shhh, dan zie je rook komen uit het haar. Ik moet je zeggen, ik heb met verwondering staan kijken naar de vrouwen die hun haar aan het pressen waren. En ik moet u zeggen, ik ben altijd een beetje filosofisch ingesteld. Dus ik dacht, moet ik nou blij zijn dat een vrouw daar zit te branden? Of moet ik trots zijn dat ze mooi aan het worden is? En had je van die vrouwen die opmerking maken van, als je mooi wilt zijn, moet je ook een beetje pijn leiden. Wel, ik heb gezien hoe die Caribische vrouwen pijn leiden, hoor. Dus met blaren op hun hoofd van het pressen. En toen kreeg je uit Amerika, onder invloed van die zwarte actrices in de filmindustrie, maar met name in de muziekindustrie, ik noemde al Tamala Motown en zo, die kapsels kwamen naar Suriname. En ik kan me herinneren dat bij die zwarte vrouw was het dus het glad maken van het haar, dus het pressen van je haar, en die heren begonnen er ook aan mee te doen. En je moet kijken naar die kapsels van die zwarte zangers in Amerika, die hadden ook glad haar. Het werd geprest. Ja, en ik herinner me nog toen Jackie Wilson in Suriname kwam. En die man had geprest haar, man. En in de zon zweten die kerels, man. Want dat ding was enorm heet op je hoofd, het gepreste haar. Dan begon je hoofdhuid te zweten. En dan moesten ze de hele tijd met hun zakdoek dat zweet wegvegen. En in die tijd, en ik herinner al die mannen in Suriname, daar waren die zakdoeken populair. Zijn van die moede dingen die een keer toch ter sprake moet brengen voor die jongere generaties, dat ze dit soort dingen ook horen. Toen was in Suriname, was twee dingen kan ik me herinneren uit die tijd. Het was populair om een zakdoek te hebben. En dan liefst een witte zakdoek, of eentje die een beetje uitsteekt tegenover jouw kleren. En dan moet je die zakdoek uit je achterzak van je lange broek, moet eruit, uit die achterzak een beetje hangen, naar buiten hangen. Dat was in de mode. En ik kan me herinneren nog, in de jaren 60 was de zwarte puntschoen. Je moest die schoenen, die waren zwart met een punt en je kon ze echt behoorlijk laten glimmen. Het was toen nog dat echte leer, niet dat nepleer wat ze tegenwoordig met allerlei plastic en rubber dingen verkopen. Maar vroeger had je echt het echte leer, ja, dat je op verschillende manieren behoorlijk kon laten glimmen. Het
keer zou Iwan een programma moeten houden om mensen te laten bellen van hoe je een zwarte schoen kon laten grimmen in die tijd. Nou, je hoort allerlei formules. Ik deed het zo. Ik smeerde die zwarte schoenpoets erop. En met een beetje water ga je dan over die zwarte olieschoenpoets ga je heen wrijven. En dan zet je hem in de zon, laat die drogen, dat die bijna droog wordt. Ja, en dan ga je poetsen. En dan poets je tot die schoen vreselijk glimt. En ik heb meegemaakt, ik geloof het niet, maar daarom wijd ik even uit om iets van die Surinaamse volksaard toch te vertellen. Dat een beetje is blijven hangen. Dus ik had het al over die zakdoek bij heren die naar buiten hing. En die schoen, die glom. Dus wanneer je naar een dansie ging, moest je opletten dat je niet toevallig trapt op die glimmende schoen van een vooral die Creoolse blagamans die met een glimmende schoen naar een dansie gingen. En die dames, die dansies waren gewoon op het erf. Men huurde een of andere 3-cent platen tegen de regen, voor het geval het ging regenen. En er werd gedanst op het zand dat een beetje gelijk geharkt was. En dus al gauw was die glimmende schoen bedekt met een laagje stof. Maar owee, als je iemand die pas op het feest arriveert met een glimmende schoen per ongeluk op zijn schoen trapt, dan vindt hij. Ik heb verschillende vechtpartijen gezien om het loutere feit dat iemand op een ander man zijn schoen heeft getrapt en een beetje te achterloos verder liep. Dan werd hij wel eraan herinnerd dat hij een crime begaan had. Dus dat zijn van die leuke dingen die ik in mijn jeugd, in de jaren 60, ik noem het, om te boekstaven, de invloed van de Amerikaanse mode en de Amerikaanse schoonheidsidealen die de wereld rondgingen. Men noemde het de American Way of Life. En die voornamelijk door films werden overgebracht. En ik zeg, al deze opmerkingen plaats ik in het kader van de dood van de immens populaire Sidney Poitier. Ook een idool van mij. Ik moet u zeggen, een zeer amabel mens. Van zachte aard. En een echte vader. Een vader in de je kan zeggen, in de acteursbranche, die heel veel baanbrekend werk heeft gedaan op het gebied van de acteurs, die toen bogo zijn doorgedrongen in Hollywood. En nu is het normaal dat zwarte mensen een rol krijgen en zelfs hoofdrollen, maar toen was het niet gebruikelijk dat zwarte mensen hoofdrollen kregen in die Hollywoodfilms. En ik moet u zeggen, die doorbraak van zwarte mensen is ook gekomen door de opkomst van Bollywood in India, waar er dus bruine mensen ook doordrongen in de filmindustrie. En omdat Bollywood ook een behoorlijke impact had, ja, in de filmindustrie, en daar vooral hele mooie Indiase vrouwen en mannen hoofdrollen vertolkten, hebben zij ook bijgedragen tot de integratie van de gekleurde mens in de filmindustrie. Dus dat moet toch even gezegd worden. En dan heb je natuurlijk een aparte, want ik moet een beetje volledig zijn, anders lijkt het alsof ik andere rassen en culturen uitsluit. Dan had je ook natuurlijk een heel apart genre. Dat waren de Chinese en Japanse films, waarvan ik het een en ander weet. En ik kan alleen dit ervan zeggen, dat in die tijd in Nederland en in Suriname die films die uit het oosten kwamen, dus met name die Chinezen, de Japanners, die vonden wij dat ze een beetje overacteerden. Dat vonden wij van die Oosterse films. Heel mooi om te kijken, heel dramatisch, melodramatisch, en mooie vergezichten en andere beelden over andere landschappen. Maar in het acteren waren die Oosterse acteurs allemaal overacteurs. Ze accentueerden hun bepaalde gemoedstoestanden. Dus als een Chinese hoofdrolspeler in een Chinese film, als hij huilt, dan huilt hij echt. Dan stroomt de rivier, de Yangtze,
die Yangtze die stroomt dan voorbij. En dan weet je, al ben je zo dom. Als het achterend van een varken, zouden mijn ouders zeggen. Je kijkt naar zo'n huilende Chinese hoofdacteur in een film. Dan moet je ook gaan huilen, want die huilt echt als hij huilt. En als ze in gevechten, met name in Japanse films, waren er veel zwaardgevechten. En later kwamen dus die gevechtsporten. Dan kreeg je een plotseling kan die naam van die van het gevecht met die gevechtsport me niet in mijn mond komen. Maar in ieder geval kreeg je die Japanse gevechtsporten, die waren bekend. En wanneer de Japanners in die films ruzie maakten met elkaar, dan was het echte ruzie. Die man zijn gezicht stond op storm. Dan weet je dat dit of wat dan. En dus, maar dat vonden we niet zo leuk in Suriname. Wij hadden in Suriname een Europese smaak en keken het liefst naar die Amerikaanse films. Ja, en die waren dus immens populair. En ook, dus voor de vrouwen had ik opgemerkt dat toen kreeg je de opkomst van het pressen van het haar. En stapten de vrouwen in Suriname, de zwarte vrouwen, met kroeshaar, die stapten over van de preskam. Die op een houtskoolvuur eerst werden heet gemaakt, later op een gasfornuis. Dus dan had je minder rommel. Want als je op houtskool jouw preskam heet maakt, dan wordt hij niet alleen heet, hij krijgt ook roet. En dat moet je afvegen en noem maar op. En die blaren die ontstaan, die werden bestreden met een basiscrème. Ja, een soort vet moet je dan zetten en dan. En dan hadden die vrouw altijd een vettig kapsel. En bij dansies moesten wij altijd rekening houden dat als je close danste met zo'n leuke dame, dan dat er af en toe een paar vetdruppels op je mooie hemd terechtkwamen. Maar goed, het was een geweldige tijd. En later heeft de Perma Street heeft overgenomen bij de zwarte mensen, bij mannen en vrouwen. Die gebruikten in Suriname Perma Street. En na Perma Street kreeg je curly. Curly mode. Hè? Dus dat op een chemische manier kon je dan in het kroeshaar krul laten aanbrengen. En ik kan me nog herinneren, dat zeg ik tot slot. En dan ga ik over tot gewoon het politieke nieuws. Maar dit is ook indirect politiek. De opkomst van de zwarte acteur. En de rol van Sidney Poitier daarbij. Maar dus ik wou tot slot nog over het dameskappersvak. Dat ik van binnenuit heb meegemaakt, omdat mijn moeder kapster was van de directrice van Stilorama Americana in de Dr. Sofie Redmondstraat naast de oude ambachtschool. Daar moest ik ook, heb ik mijn eerste werkjes moeten doen door het haar van die vrouwen. Als ze waren geknipt, moest ik het haar opruimen en die kapsalon schoonmaken. En af en toe de kassa tellen, dus al dat soort werkzaamheden. En toen heb ik gezien hoe die damesmode haar intrede deed in Suriname. En met name, dat is het laatste wat ik zeg, om de Javaanse vrouwen niet over te slaan. Ik zag heel weinig Hindoestaanse vrouwen die hun haar kwamen opmaken. Maar veel Javaanse vrouwen wel. Want in de mode was toen bij dat gladde sluikhaar van die Javaanse vrouwen. Die moesten dan, of die hielden ervan, om een aantal Amerikaanse actrices na te doen. Die maakten een soort kuifje van kroeskrullend haar voor op hun voorhoofd. Lieten ze een bosje haar een beetje met krullen op hun voorhoofd en de rest werd strak naar achter getrokken in wat we noemen een paardenstaart. En die paardenstaart werd een beetje hoog ingezet. Maar voorin was er een krullenbol op hun voorhoofd en dat deden voornamelijk Javaanse vrouwen. U moet goed kijken naar die oude foto's van Javaanse vrouwen, dan ziet u dat in zwang was, het was in de mode. En je had dus toen had je populaire namen in het dameskappersvak, zoals Nita Olof, ja, en die mevrouw van Lasson Risa, dat was op Zorg en Hoop. De naam ben ik even kwijt. Ik weet wel dat haar dochter was getrouwd met Rupert Christopher, maar goed, dat is de eigenaresse van Lasson Risa.
En dan had je nog een dame die de populairste was. Die, dus naast Nita Olof, behalve Nita Olof, had je nog een dame die het dameskappersvak had geleerd in de Verenigde Staten. Later is het ook in de wereld een vakgebied geworden met officiële opleidingen die erkend zijn. Dat moeten we even niet vergeten. En is die schoonheidsbranche is uiteengevallen, of tenminste is gesplitst in verschillende richtingen. Je hebt pedicure, je hebt huidverzorging, je hebt nagelstudio's, die heb je tegenwoordig ook. Dus het heeft een heleboel specialismen. En het is een heel serieus groot vakgebied geworden natuurlijk, waar er natuurlijk behoorlijk met beunhazen wordt gewerkt, dus je moet altijd uitkijken met wie je te doen hebt. Maar het was een opkomende branche in Suriname door die filmindustrie. Dat is dus begin jaren 70, eind jaren 60, waar ik het nou over heb. Ik had het over die mevrouw, die naam kan me niet, een bekende dame in Suriname, maar goed, tot slot wil ik zeggen, wanneer je praat over de schoonheid die werd beïnvloed door de Amerikaanse filmindustrie, want daar waren die voorbeelden van die mooie filmsterren, Gina Lollobrigida, Sophia Loren, en die ook Brigitte Bardot, et cetera, van die blanke schoonheidsidealen, ja, en in het kielzog van die blanke vrouwen waren dus ook bruine vrouwen die steeds meer op het doek te zien waren. En alle cosmetica in Suriname was in die tijd, had het monopolie werd beheerd door de familie, hoe die Surinaamse cineast weer, ik heb even een blackout wat namen betreft, ik moet altijd 1000 namen onthouden, en dat is de Pim de la Parra. Dus die familie van de la Parra, die hadden in de Keizerstraat, schuins tegenover het politiebureau, het hoofdbureau van politie, hadden ze hun cosmetica-zaak ook in de Zwarte Hoogstraat, ja, in de buurt van de Prinsenstraat daar, hadden ze hun zaak, ik geloof dat ze eerder hun zaak daar hadden, en toen zijn ze verhuisd naar de Keizerstraat. Dat was het centrum voor de internationale cosmetica in Suriname. Ze importeerden echt luxe opmaakmiddelen voor vrouwen. En alles wat met de cosmetica te maken had, de cosmetica branche. Als je de naam De La Parra noemde, vroeger was dat het centrum van de cosmetica import in Suriname. Dit was wat betreft het nieuws naar aanleiding van de dood van de populaire Sidney Poitier, die op 94-jarige leeftijd in de Verenigde Staten is overleden. Mogen zijn ziel rusten in vrede. Ik ga verder, namelijk dat in Nederland ook, dus, nou, ik had me voorgenomen om dat te zeggen, dus daarom zeg ik het maar snel. Er zijn nog een paar kleine nieuwtjes uit Nederland die ik naar voren wil brengen. En dat is dat er dit jaar wordt herdacht dat er een treinramp heeft plaatsgehad in Harmelen, ja, 60 jaar geleden. Is in 1962 een trein op een andere trein gebotst met snelheden boven de 100 km per uur. En dat was een ramp van je welste. De grootste treinramp in Nederland heeft plaats gehad in 1962. En waarom ik dit naar voren wilde brengen, ik dacht in dit programma doe ik het vaker om een beetje live de geschiedenis een beetje aan u voorbij te laten gaan en tenminste u daar aan een paar dingen te herinneren. Ik kan me herinneren, ik arriveerde in 1968 in Nederland en ik zat op een cursus, op een avondcursus en ik was nog jong, ik moet 18 of 19 jaar geweest zijn en ik zat op een cursus en mijn beste vriend, dat was Eddie Haksman, zo heet die jongen. Eddie Haksman die kwam uit Harmelen. En in de pauze zat ik altijd met Eddie Haksman uit Harmelen. Zat ik een beetje koffie te drinken naar Amai Verteermitori van Holland.
Zo heb ik mijn eerste les in Holland geleerd van een Nederlander, Eddie Haxman. En waarom komt nu die naam bij me opdoemen met een stukje geschiedenis? Hij vertelde me over de grootste treinramp in Nederland, die voor de deur van zijn huis had plaatsgevonden in Harmelen. Ja, en hij zegt, hij was nog een teen boy, tiener, puberteit tiener. En hij moest zijn ouders helpen met emmers, stukken vlees van die mensen die waren omgekomen bij die ramp, om dat te gaan oprapen. En ik moet u zeggen, ik heb de tweede keer in mijn leven toen ik een treinramp van nabij heb meegemaakt, is in Nijmegen, is er ook, dacht ik in de jaren 80, zijn er twee treinen op elkaar gebotst, maar gelukkig had het niet zo'n grote snelheid. Dan ik wil lukken, we hebben hier een klap, want ik werkte op de universiteit. En voordat de eindtijd daar was, dat mensen naar huis konden gaan, je mag zo tegen half vijf uur, mag je al naar huis gaan, als je bij de ambtenarij werkt in Nederland. En ik maakte me op om naar huis te gaan. Vier uur ook ba, dus jij, rogo yagi, dus dan weer naar huis. Dus toen hoorde ik bam! Die klap die blijft nog steeds nagalmen in mijn gehoor. Jong, ik dacht, Samsa jong. En ik maakte me klaar om naar huis te gaan. En ik binnen een kwartier zo hoorde ik alleen maar sirenes van brandweer, van ambulances enzovoort. En toen ben ik gaan kijken. Toen was ik getuige, vers, van een treinramp. Op een 100 meter van de plek waar ik werkte op de universiteit. Namigo Luku. Wel, ik ga u zeggen, het is niet pluis. Ik ga maar niet in details, want het is niet leuk om te horen hoe mensen eruit zien die zijn doorboord door ijzer, door staal. Nou, is het ergste wat je kan overkomen. Dus ik heb dat ook gezien, dus daarom weet ik dat je heel voorzichtig moet zijn. Dus dat een trein is niet om mee te grappen. Als die trein, het staal van die trein, het menselijke lichaam doorboort, heeft je lichaam geen enkele weerstand. Bij een auto heb je nog een kans dat je er gewond van afkomt. Maar bij een trein gaan er grotere, dikkere stukken staal dwars door je lichaam, hoor. Want de mens heeft gewoon het lichaam van de mens is gewoon een zak water. Die wordt gewoon doorboord en geplet door alle staal. Dat heb ik gezien. En ik heb het gehoord toen ik in Nederland was van Eddie Haxman. De vriend van mij, een Nederlandse witte man met blauwe ogen uit Harmelen. Amanjima Tori. En hij was toen was hij in zijn puberteit. En hij zegt, die beelden blijven op zijn netvlies. En ik zeg dit naar aanleiding van de herdenking van die ramp nu in Nederland. Het is 60 jaar geleden, in 1962, dat in Harwelen die treinramp heeft plaatsgehad. En heel Nederland, die denkt eraan, er zijn veel slachtoffers gevallen, maar die treinen hadden een snelheid van meer dan 100, ik dacht 107, dat op die snelheidsmeter van die treinen, die is blijven vaststeken op 107, wist men dat die snelheid 107 kilometer per uur was. En dus, u kunt zich voorstellen dat er van de mensen niks is overgebleven. En waarom zeg ik dit? Omdat naar aanleiding van deze ramp in Nederland een spoorwegmuseum is opgericht met artefacten, met onderdelen van treinen, toestellen en alles wat met spoorwegen te maken heeft. In het museum is er een spoorwegmuseum opgericht in Utrecht. Dus voor belangstellenden, mensen die van treinen houden en willen de geschiedenis van de spoorwegen in Nederland interessant vinden, die kunnen zeker een bezoekje doen aan dat museum. Dat zeg ik dus naar aanleiding van de herdenking van 60 jaren geleden, de grootste treinramp ooit in de Nederlandse geschiedenis die heeft plaatsgehad. Maar goed, dan heb ik nog een laatste klein nieuws. Wat er ook bij hoort hoor, dat is dat in Amsterdam Zuidoost die bevolking een beetje ontevreden is geworden
door plannen van de gemeente om een erotisch centrum op te zetten in de Bijlmer. Een erotisch centrum. Ja, ik weet niet wat het gemeentebestuur heeft gedacht van Blakamal op seks. Dus dan gaan ze maar een erotisch centrum voor ze zetten in de Bijlmer. Maar het verbaast mij, en ik vind het een goede zaak, namelijk dat zwarte mensen in de Bijlmer groot protest hebben aangetekend. En die mensen hebben gelijk. Die mensen zeggen, luister nou. Wij behoren tot die uitkeringstrekkers. De mensen met de laagste inkomens. We hebben allerlei problemen met die crisis die er in Nederland heerst. Ja, er is een economische crisis in Nederland. Die treft al die lagere inkomensgroepen. Nou, in plaats dat ze een voedselbank komen zetten in de Bijlmer. Of een jeugdcentrum. Om jongeren bezig te houden in het kader van die pandemie, et cetera. En allerlei vormen van hulpverlening opzetten. Komt men met een voorstel om een erotisch centrum, dus naar mijn denkje seks, om een erotisch centrum te komen opzetten in Zuidoost. En die Surinamers daar, de gekleurde bewoners van de Bijlmer, die zijn in actie gekomen. En ik vind het een vreselijke vooruitgang. De emancipatie van die lokale bewoners, dat die nu, na alles wat ze hebben meegemaakt in de Bijlmer, alert zijn geworden. En in feite werk van hebben gemaakt om te protesteren. Dat we zeggen over mijn dead body. Ze willen geen erotisch centrum in Amsterdam Zuidoost, in de Bijlmer. Dus, en ze roepen op, en daarom heb ik dit bericht. Ik heb gedacht om ze een beetje te poweren. Om dit bericht dus ook te helpen weer kundig te maken. Om de gemeente plannen om een erotisch centrum te gaan zetten in die buurt waar Surinamers wonen daar, geconcentreerd in het Bijlmer, om die plannen te smoren, om actie te voeren, om die plannen niet door te laten gaan. Want dat stigma rust al op ons, van allerlei dingen die je daglicht niet kunnen verdragen. En dan ga je nu een sector waarvan je weet dat die overlast bezorgt, ga je neerpoten in het hartje van Amsterdam Zuidoost. Dus de Surinamers daar, de bewoners, maar ook de Nederlanders zijn not amused. En ze roepen op om met z'n allen te protesteren tegen dat soort plannen. Omdat de gemeente maar een andere plek moet uitzoeken, ja, om een beetje deining daar te laten veroorzaken. Maar niet in de Bijlmer, in Zuidoost. Nou, dat is dus het nieuws wat betreft de plannen van de gemeente Amsterdam om een erotisch centrum te plaatsen in de Bijlmermeer. En dan wil ik het straks toch ook hebben over iets dat speelt in Nederland, maar dat ook te maken heeft met Suriname. En dat heeft te maken met het geven van onderscheidingen. Er zijn een aantal onderscheidingen nu wereldwijd, waaronder een onderscheiding van de P van de A, een populaire Euro-minister, de Europarlementariër, meneer Timmermans, die namens de PvdA met milieuzaken in het Europarlement bezig was, wil men een eredoctoraat toekennen. En er is veel protest gekomen vanuit de Technische Universiteit Delft, Technische Hogeschool Delft, die dus de TH-mensen en men zegt dat het alumni zijn, dus dat het oud-leerlingen zijn die zich gebundeld hebben om te protesteren tegen een eredoctoraat voor meneer Timmermans. Want ze vinden, die standpunten die hij heeft over milieu, zijn geen reclame voor een man, voor het technisch onderwijs in Nederland. En dat het niet gepast is om de man dan een eredoctoraat te geven, waardoor er een discussie is ontbrand over wat een eredoctoraat is. Want je hebt die discussie ook in Suriname, dat van tijd tot tijd worden mensen, krijgen ze in Suriname een onderscheiding. En er wordt niet goed uitgelegd waarom ze die onderscheiding krijgen. Dus nu is er een heleboel tjubu-tjubu om een eredoctoraat, dat men wil toekennen aan meneer Timmermans. En men wijst erop dat een eredoctoraat niet alleen te maken heeft met wetenschappelijk onderzoek, waarin de persoon die wordt onderscheiden, waarin hij zich verdienstelijk heeft gemaakt, man of vrouw, maar dat een eredoctoraat ook kan worden verleend
aan maatschappelijke prestaties. Hè? Niet alleen strikt wetenschappelijke prestaties die door middel van onderzoek zijn geboekstaafd, maar dat je ook door je maatschappelijke inzet je verdiensten aan elkaar hebben gemaakt, waardoor je uitsteekt boven het maïsveld, zo zeg men dat, dat je opvalt door jouw maatschappelijke prestaties, dat je ook een eredoctoraat kan krijgen daarvoor. En dan heeft men het bijvoorbeeld over mensen als bisschop Tutu en Nelson Mandela. Nelson Mandela bijvoorbeeld heeft meer dan 50 eredoctoraten van universiteiten gekregen, zonder daarvoor bij wijze van spreken een wetenschappelijk onderzoek te hebben gedaan. Maar op grond van zijn maatschappelijke strijd, ja, tegen apartheid. Dus dat kan. Maar je moet dus, wanneer mensen een eredoctoraat geeft of lowert, moet je dat beargumenteren. Je moet het niet zomaar in het blauwe hinein doen. Je moet het beargumenteren. En dan wil ik nog even erop wijzen dat ook internationaal er een hele hype is ontstaan rondom Tony Blair, de ex-minister-president van Engeland. Ja, die 14 jaar, kan je zeggen, na zijn laatste presidentschap, ja, dat hij in aanmerking komt voor de hoogste onderscheiding, ja, in de Engelse geschiedenis. En het komt erop neer dat men hem wil de orde, die onderscheiding noemt men de onderscheiding en de orde van de kousenband. Toen ik dat hoorde, ik dacht, joh, je moet aan een Surinamer zeggen dat je hem gaat eren, dat je hem iets met kousenband, je gaat hem de orde van de kousenband, ga je die man tot die orde ridderen. Of dan moet je in Engeland eten dat ze je vanaf die benoeming het erkennen van die hoogste onderscheiding aan iemand. In dit geval is het koningin Elisabeth II die dat toekent aan Tony Blair, of dat wil toekennen. En ze hebben 14 jaar gewacht om erover te discussiëren of het wel of niet moet gebeuren. En het is dus die orde van de kousenband en de hoogste Engelse orde. En dan zegt men, ja, als jij dan die onderscheiding, ja, krijgt, dat je dan Sir, je mag Sir genoemd worden, Sir Tony Blair. Maar in ieder geval, het is nog lang niet zover. Er zijn heel wat protesten in Engeland dat het niet mag. Het zijn zo, men, er is iemand die een handtekeningenactie heeft ondernomen. En bijna 1 miljoen handtekeningen. Pas geleden was het nog meer dan 800.000. Dus het gaat al tegen de miljoen handtekeningen tegen Tony Blair. Ze willen niet dat hij onderscheiden wordt. En na hem zijn er nog 3 ex-premiers die nog geen, want het is traditie dat als je premier af bent en nog leeft, dat je die onderscheiding krijgt. En 3 premiers die niet meer aanzitten, zitten te wachten op deze benoeming van Tony Blair, want zij zijn pas daarna aan de beurt om ook zo'n onderscheiding te krijgen. Goed, het kan verkeren, maar dan weet u ook wat er gaande is in Engeland. En het komt er gewoon op neer, dat moest ik nog even zeggen, dat, waarom vond ik deze berichten belangrijk? Want ik wil straks wil ik het even hebben over de situatie in Suriname. Dit keer heb ik minder nieuws uit Suriname, omdat rondom het weekend het een en ander in de parlementaire politiek in Suriname een beetje heeft stilgestaan. We zitten in het weekend. Maar ik wil toch even aangeven dat er is soms nodig dat men, wanneer zulke dingen aan de orde zijn, wie geef je een pluimpje, wie geef je een onderscheiding en wie niet, dat je soms over je hart heen moet strijken, zeg maar, in Nederland. En men heeft ook een nieuwe uitdrukking. Men zegt, je moet over je schaduw heen kunnen stappen. Dus je kunt je principes wel toepassen, maar soms moet je, dus in het geval van Tony Blair, hij wordt verantwoordelijk geacht voor de oorlog in Irak en Afghanistan, dat hij valse argumenten heeft gebruikt om goed te pleiten dat die Amerikanen daar binnenvielen.
En dat nemen vele mensen hem kwalijk. Ze zeggen, hij heeft bloed aan zijn handen. En de koningin, Elisabeth II, die neemt hem ook een beetje kwalijk dat hij bij de begrafenis van prinses Diana in 1997, dat hij in feite dat niet goed heeft afgewikkeld. Er is heel veel kritiek op hem gekomen. Toen het tijd. U weet dat Diana onder hele bedenkelijke omstandigheden in een tunnel zich te pletter heeft gereden in Frankrijk. En dat er allerlei verhalen de ronde doen over de betrokkenheid van de Britse geheime dienst daarbij. Maar goed, men vond dat Blair in die tijd, Tony Blair, heeft zitten blunderen. En dat dit ook belemmerde dat men hem niet direct die hoogste onderscheiding wilde geven. Omdat zijn naam niet goed zat. En met name laatstelijk, dus de situatie in Afghanistan, waar de Wereldgezondheidsorganisatie en de VN en allerlei supranationale, internationale lichamen, die hebben bekendgemaakt dat de hoogste kindersterfte in de wereld momenteel in die regio van Afghanistan plaatsvindt. En men wijt dat allemaal aan grote blunders van de Britse en de Amerikaanse buitenlandse politiek. En nu ga ik even naar Suriname, waar in de politiek het nieuws over Balfour, die zou zijn geschorst voor een aantal dagen. Maar ja, dat is, Balfour noemt het zelf een farse. Hij trekt zijn schouders op en hij zegt, wat er daar in die aanbob gebeurt, dat is niet om serieus te nemen. Want men heeft het erover dat men Balfour heeft uitgenodigd voor een gesprek, maar dat hij niet wil komen en noem maar op. Maar we weten het, heeft u ooit gehoord dat Brunswick een gesprek houdt met mensen? Brunswick is iemand die direct slaat erop slaat. Hij houdt echt geen gesprek met argumenten. En dan wordt er verteld nu dat ABOP een gesprek wilde hebben met Balfour. En dat Balfour heeft geweigerd en dat hij nou schorsing heeft gekregen. En zo. En ik moet u zeggen, voor de politieke rust in Suriname is het van belang dat er op een ordentelijke manier een oplossing wordt gebracht in het conflict binnen de ABOP. Want het er van wegkijken is ook geen oplossing. En het op een confrontatie te laten aankomen is ook geen oplossing. Dus je moet blijven communiceren. En ik moet u zeggen, ik vind dat Balfour het prima doet. Hij verlegt verantwoording af aan de publieke opinie. Waardoor we weten wat er gebeurt en wat er aan de hand is. Ja, en dat moet men bij de ABOP gaan leren. Aan de andere kant is het ook zo dat naast partijleider Brunswick, hoe dan ook, je mag zeggen van hem wat je wil, maar hij is vicepresident. Dus daarmee moet Balfour ook rekening houden. Dus naast het conflict dat hij heeft wat hout snijdt, waar hij hele duidelijke goede argumenten voor heeft, is het ook het feit dat Brunswick nou eenmaal gemanipuleerd wordt door de VAP en in die rol is gemanoeuvreerd van VP met alle betekenissen van dien. Dus dat maakt de zaak ingewikkeld en dat betekent dat je op nationaal niveau moet kijken hoe je de zaak zodanig moet oplossen dat we door één deur kunnen. En ik heb dit en breng naar voren in het kader van die uitdrukking die ik zo net even bezigde, waarvan ik u zei dat ik erop terug zal komen. En dat is dat je in de politiek leer je dat je over je schaduw heen moet kunnen stappen. Je moet soms principes die je neemt zodanig doorhakken, anders kom je niet verder. Want wanneer principes tegen andere principes botsen, dan ga je een keuze moeten maken. Want anders ligt alles stil. En we moeten in Suriname, de les die we leren, die we moeten leren met z'n allen, het geldt ook voor mij. Ik moet ook vaak, moet ik een pas op de plaats maken in de politiek. Want dan heb je een mening over iemand en die volgende seconde staat hij voor je deur met een heel ander vraagstuk. En dan moet je een beslissing nemen van, ga je met die man praten? Ga je door met die man met een ander onderwerp? Of ga je hem even nog een oude rekening die je met hem te vereffenen hebt onder zijn
neus wrijven. En we moeten elke dag dit soort beslissingen nemen. En dat is ook weer een politiek van belang. En de VAP worstelt nu met een aantal van dit soort vraagstukken rondom de NDP. Ja, omdat diezelfde financiers van de NDP nu bij de VAP zitten. Dus je wordt geconfronteerd in de praktijk met dit soort tegenstrijdigheden. Men noemt het wel, en daar zal ik zeker op terugkomen, want ik zie dat we richting het einde gaan van mijn praatje. Maar het komt erop neer, men noemt het ook wel het Kafkaiaans dilemma. Dat je in het geval van Kafka, een grote schrijver, was zo dat ze een vriend van hem, die zag dat een groot schrijver, ik zeg het nou in X en Y termen, u moet maar Kafka gaan lezen als u precies wil weten hoe de vork in de steel zit. Maar het komt erop neer, een vriend van een schrijver die heel goed is, ja, en hele briljante dingen heeft geschreven, maar nou op sterven ligt. En die schrijver wil niet dat zijn eigen manuscript gepubliceerd wordt. Dat wil die schrijver niet. En die vriend die schrijver waardeert en eert en hoog heeft zitten, die vindt dat die manuscripten van de productie van die schrijver bekend moeten worden bij de bevolking. En nu is die vraag, de politieke vraag, daarom leg ik u dit ook voor, om u te laten zien hoe politiek een beetje filosofisch bekeken komt te staan voor hele ingewikkelde vraagstukken die men een dilemma plicht noemen. Een dilemma, dus een keuze tussen twee moeilijke alternatieven. En dan is het zo dat in het geval van Kafka is het zo dat een schrijver dus die op zijn sterfbed zit met hele mooie manuscripten en mooie verhalen die hij heeft geschreven en zijn vriend die verhalen ook mooi vindt, ja, en dan zegt die man die gaat sterven, vraagt aan zijn beste vriend, maar luister papi, Timmy Didde, als ik er niet meer ben, zorg ervoor dat mijn manuscripten verbrand worden. Dus hoor wat die man die een mooi ding heeft geschreven, vraagt aan zijn vriend, van Temino de Moro, Temi Dede, verbrand mijn teksten. Ja, omdat ik wil niet dat andere mensen het lezen. En hij geeft die teksten aan zijn vriend. En nou is het dilemma is, moet die vriend die teksten verbranden? Of als hij werkelijk een vriend is, moet hij dan de mensheid laten weten wat zijn vriend geproduceerd heeft. Want hij beseft wel dat het oeuvre van die vriend een belangrijk iets is voor de mensheid om te weten. En dat moet hij beslissen. Moet hij nu het principe dat zijn vriend hem iets heeft gevraagd om dat ding te verbranden, moet hij dat de voorrang geven? Of moet hij zijn eigen wil om zijn vriend te eren, wil hij dus die dingen niet verbranden. En dan komt die man voor zo'n moeilijke beslissing. En dan zeg ik, soms moet je over je schaduw heen stappen. Je moet soms over je schaduw heen stappen. En doen wat je hart van jou verlangt. Ja? En in het geval van Kafka is toen gekozen voor om dat manuscript niet te verbranden. Ja, en daarmee is wel het principe geschonden van de boezemvriend die hem iets gevraagd heeft te doen na zijn dood. En hij heeft zich bewust niet daaraan gehouden, die vriend. Want hij vond dat het oeuvre van zijn schrijversvriend belangrijker was dan die absurde wens om die dingen te verbranden. En hij heeft ze dus niet verbrand. En nu, waarom geef ik het voorbeeld? En het is misschien een beetje overtrokken, maar een beetje saus hoort erbij. Maar het komt erop neer. In Suriname doet zich ook een probleem voor op dit moment. En het probleem dat zich voordoet in Suriname is dat plotseling, ik heb u gewaarschuwd, na die hype rondom meneer Pinas, Jason Pinas, die is afgetuigd door de veiligheidsmannen van de VP Brunswijk en de houding van Brunswijk daarbinnen,
was niet zo zuiver. Maar ik zei u, er zijn meer dingen aan de hand in Suriname. En ik vond het al raar dat plotseling, ik ben zelf journalist. Ik ben 50 jaar, ik herhaal dat ding. Ik ben een halve eeuw ben ik bezig in Suriname met media aangelegenheden. De Surinamers kennen mij vanuit de media. Men kent me niet vanuit het voetbalveld. En men kent me niet vanuit dat ik automonteur ben of iets dergelijks. Men kent mij door mijn analyses, door mijn bezigheden in de media. Ik ben de enige blakamang. Ik zeg het even duidelijk, niet om op te komen scheppen. Maar ik ben de enige blakamang met Corinthi Wiri die in Europa een heuse krant heeft opgezet. Ik heb jaren een krant gerund. Ja, en dus ik zat in die media. Ik ben de eerste Surinamer die een uitgeverij met boeken, ik produceer boeken voor studies op universiteiten. Ik heb boeken van historici, van andere schrijvers, heb ik op de markt moeten zetten. En ik heb zaken gedaan met de grote Franse uitgevers. Gallimard, heb ik bijvoorbeeld het boek van professor Memmi vertaald naar het Nederlands. Ik heb Finse literatuur vertaald vanuit Finland. Ja, dus ik ben in die boekenbranche bezig geweest. Dus ik weet wat er in die boekenbranche plaatsvindt. En dan zeg ik, en dus ik heb dat doende in de journalistiek, heb ik nog nooit meegemaakt in Suriname, dat er een zodanige eensgezindheid is onder journalisten, dat ze opspringen voor een bepaalde journalist. En nu, er in Suriname, een Hindoestaanse kleine financiële kern het voor het zeggen heeft in Suriname, zie ik een soort eensgezindheid bij de pers. Ik zie die pers van Suriname zijn plotseling roemser dan de paus. Plotseling zie ik Jason, overkomt iets wat ik natuurlijk ook beschamend vind, wat er is gebeurd met Jason. Maar die eensgezindheid bij die Surinaamse mediamensen, die allemaal in een andere positie verkeerden, en toch plotseling zonder overleg met elkaar 100% eens waren, nou gaan we te ver. Dan dacht ik van, ja, het is wel waar. Of het is wel juist, moet ik zeggen, maar het is niet waar. Iets klopt niet. En ik ben er nog steeds niet uitgegaan. Eerlijk gezegd, ik praat niet zomaar. Ik ben het aan het onderzoeken. Wat is er aan de hand in Suriname? Dat plotseling nu het handelskapitaal het voor het zeggen heeft in Suriname. En plotseling een soort eensgezindheid is bij die pers om mensen te verdedigen. Maar nu komt het. Dat is het nieuws. Maar ook om mensen te vernietigen. En ik vond het zo oneerlijk. Zo gemeen. Hoe de media zich hebben opgesteld ten opzichte van Maïsa Neus. Maïsa Neus, een jonge vrouw die op eigen kracht, ja, met een politieke partij is begonnen. Zeer succesvol. En een enorme dosis economische kennis heeft. Ze is een goede onderneemster. Ja, iemand die met haar kop en schouders boven het maïsveld uitsteekt. Ja. En de eensgezindheid waarmee men die vrouw nu aan het neersabelen is, omdat men die vrouw beschuldigt ervan dat ze om een bedrijf op te zetten bij de vice-president van Suriname is gaan aankloppen en een ondersteuning heeft gekregen van 1000 euro, dacht ik, ja, om daarmee iets te doen en haar bedrijf op te starten. Men neemt die vrouw dat kwalijk alsof men, men heeft een Hollandse uitdrukking, die uitdrukking luidt, men met die kritiek uit de media, uit de kringen van haar collega's, hè, vooral vrouwelijke, jaloerse collega's, men zegt het in het Nederlands zo, dat die kritiek, ja, torenhoog uitstijgt boven de hoofden van de Surinamers, ja, dat ze in de verte die hemelpoort zien, waar alle journalisten dienen te belanden en een bericht willen sturen naar Petrus daar bij die poort om Maïsa Neus niet toe te laten in de hemel. Ja, dat is de mening van de Surinaamse journalisten op dit moment.
die roemser dan de paus zijn die. En dan heb ik het over van Star News tot en met al, noem al die media, tegenwoordig noemen mensen in Suriname mediahuizen, GFC en ik weet niet wat allemaal meer, radiostations en televisieomroepen. Suriname heeft er tientallen en ze uiten een soort eensgezindheid om aan te geven, zij gaan nu de criteria bepalen van wat revolutionair is en wat succesvol is in de politiek. En men vindt nu, Maisa News, die is nou te ver gegaan en ze is niet meer te vertrouwen. Kortom, men is één hetze begonnen tegen die vrouw, terwijl we weten in Suriname hoe vrouwen onderdrukt worden, hoe weten B dat Maisa News een jonge vrouw is met heel veel potentie, goed geschoold, goed opgeleid, die veel heeft laten liggen. Ze heeft het openlijk uitgelegd aan de media, aan de publieke opinie in Suriname, dat ze heeft geofferd ze heeft offers gebracht, ja, om te zijn waar ze nu is. Ze heeft ook enkele fouten gemaakt in de aanloop, want het is een jonge vrouw. We hebben allemaal toen we jong waren wel iets, een jeugdzonde begaan. En zij had een keer een glaasje op. Niet eens ernstig, maar hoe dan ook in een kleine overtreding was ze. En ze heeft daarbij fouten gemaakt. En ze is bekeurd en ze is gevonden zelfs, heb ik begrepen. En ze heeft de verontschuldigingen aangeboden. En ze heeft openlijk het boetekleed aangedaan. Wat willen we in Suriname? En dus die vrouw die bekend schuilt en ze vraagt aan die bevolking van luister, zet mij, laat ons samen weer op het juiste pad gaan. En dan zie je dat nu die slavernijgeschiedenis een rol begint te spelen. Men vindt nee, je moet bye-bye krijgen. No. Sorry, netja, moet je naar Parijs. We gaan je bye-bye geven. En dat is nu in Suriname aan de hand. Ik breng dit in verband met de eredoctoraten die men aan mensen wil geven soms. En nu in het geval van Tony Blair in Engeland, die de hoogste onderscheiding moet krijgen in de orde van de kousenband. begint die mensen plotseling krijgen moraalpredikers die uit het niets verrijzen en ons komen uitleggen aan welke voorwaarden je moet voldoen om een voorbeeldig burger te zijn. En dan weet men zogenaamd Maisa News onvoldoende te geven. Wie zijn die mensen? Wie zijn het? Het zijn allemaal incognito opererende kwaadsprekers in Suriname, waarvan Suriname grossiert. Ja, het zijn allemaal lafaards die niet zeggen wie ze zijn, maar die allerlei negatieve prikpraat laten circuleren. Dan zijn ze tegen meneer Balfour. Ja, dan zijn ze. Dus nu is het tegen Maisa News. Nu doet die het niet goed. En ik moet u eerlijk zeggen, ze opereren ook tegen meneer Chantigabazat Santoki. En daarom breng ik dit naar voren. Je moet gewoon objectief zijn. Het zijn van die kwaadsprekers die de kritiek die ze hebben. Want je mag kritiek hebben. Kritiek is een goede zaak juist. Maar zorg ervoor dat je het kan onderbouwen. Werk niet incognito. Kom niet met valse identiteiten. Ja, dus dan ben je al bezig. Ben je al vals bezig toch? Als je een valse schuilnaam gebruikt of dingen zegt incognito om iemand alleen maar obstakels voor zijn voeten te werpen. En daar moeten we mee oppassen, want het werkt contraproductief. En ik zou zeggen, ook in mijn kritiek op de regering probeer ik mezelf te beheersen. Het gaat het niet om mensen op te jutten en op te hitsen. Het gaat erom het bewustzijn in Suriname te verhogen, dat we op de manier waarop we nou bezig zijn in Suriname niet verder kunnen gaan. En dat doe ik. Ik neem die beheersing in acht ten aanzien van meneer Santoki en de regering. Alles wat ik, en dan praat ik aan titel personeel nu, alles wat ik te berden breng tegen de gevoerde Surinaamse politiek van dit moment, doe ik met vanuit mijn hart en vanuit mijn verstand. Ik lees, ik neem waar, ik oriënteer me, ik studeer en ik bestudeer dingen. Ik doe aan onderzoeksjournalistiek voordat ik
iets naar voren komt. En ik vind dat iedereen die beheersing in acht moet nemen. En ik roep die Surinaamse pers tot de orde. Om niet zonder enige reden zo'n jonge vrouw met zoveel mogelijkheden, zoals Maisa Neus, op voorhand te betichten van allerlei akelige zaken. Ik vind het zo gemeen wat ik soms hoor en dan circuleren die dingen op internet. Ik zeg, mensen. We zullen het met elkaar moeten doen. Ik moet u zeggen, ik kan het ook niet met meneer Boutersen vinden. En met de NDP. Want wat hij heeft gedaan is niet fris. Maar van op bepaalde momenten, als je ziet dat er geen alternatieven in Suriname voorhanden zijn, dat je, dus als je een cirkel maakt, kom je weer terug bij de NDP. Zoals nu in de Surinaamse politiek, zie je dat die huidige regering Santokki, die met zijn handen in het hart zit, en vaak te raden moet gaan bij die geldschieters, die ook geld hebben gegeven aan de NDP, dat de regering Santokki ook daar op de deur moet kloppen. Dan ga ik u zeggen, ik vind dat helemaal niet goed. Ik heb ook gewaarschuwd voor het feit dat de regering Santokki naar buiten toe, naar het buitenland, doet alsof Suriname een communistisch land is, terwijl we geen communistisch land zijn. Dus soms moeten ze water bij de wijn doen. En dan moet ik u zeggen, terwijl ik zie dat het niet goed is, zullen ze denken, ja, maar als de Duitser noemt dat de realpolitiek. Wanneer je met die harde feiten wordt geconfronteerd, zoals Boutersen ook tijdens zijn bewind is geconfronteerd met de achterstanden van de Surinaamse bevolking in kennis en in alles, dan is dat een andere zaak. En dan zeg ik, de kritiek die ik op Boutersen had, is dat hij niet de moeilijke weg heeft gekozen van het bewustzijn van die bevolking in Suriname te helpen opkrikken, maar dat hij de makkelijke weg heeft gekozen toen hij zag dat die bevolking zeer laag geletterd was. Ja, ja. Net geschoold, heeft hij die bevolking in feite gebruikt. En daar ligt die fout. En dan zeg ik, wat ik nu zie bij de media, is een pseudo-solidariteit met Maisa Neus, die men nu de wind van voren geeft, in een zaak waar ze helemaal niet fout zit, en waar ze haar uiterste best doet om een productieve, hardwerkende Surinaamse vrouwelijke ondernemer te zijn. Ja. Ja. Maar goed, ik krijg een wenk dat het zover is. En ik dank u in ieder geval voor uw aandacht. Al die andere onderwerpen laat ik voor de volgende keer. Ik zou zeggen, bedankt voor uw aandacht. En tot de volgende keer. Odi, odi. Ludwig, bedankt en tot de volgende keer. Ja, Ivan.